Criminelen die delicten plegen in Frans-Guyana zijn niet veilig in Suriname, zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie eerder deze week tijdens een vergadering van de regeringsraad op het kabinet van de president. De bewindsman geeft aan dat er op een ander niveau een samenwerking is met de buurlanden als het aankomt op criminaliteit. Wat betreft de internationale samenwerking, ik wil hierbij aangeven dat de samenwerking met de Frans-Guyana heel hecht is. Trainingen, gezamenlijke patrouilles op de Suriname rivier samen met Defensie, politie en de gendarmerie. Wat ik hier wil benadrukken is dat mensen die criminele handelingen plegen in Saint-Laurent of verder Kourou en dergelijke. En als u denkt dat u hier in Suriname een haven hebt, dat gaat niet werken. Toch, we hebben heel intensieve samenwerking. De uitwisseling van informatie is ook heel goed. En ook ten aanzien van het uitzetten van verdachten en dergelijke. Dat gaat ook vlot. Amoksi waarschuwt dat de samenwerking met Guyana ook hecht is. Misdadigers moeten niet denken dat zij nog steeds dezelfde trucjes van vroeger kunnen uithalen. Dit wil ik hier aangeven, dat wanneer u denkt dat u misschien criminele handelingen gaat plegen in Guyana of in Suriname of in Frans-Guyana, in de Guyana's bent u niet veilig. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie stelt dat het defensieapparaat in stad en district nu manschappen heeft ingezet. Patrouilles gaan door totdat het veiligheidsgevoel in Suriname is gehandhaafd.